Ongeveer 1 op de 4 mensen heeft op enig moment in zijn leven een bloeddonor nodig. Terwijl maar 2,5% van de mensen zelf bloeddonor zijn. Sanquin, de bloedbank, die heeft nog maar weinig bloed op voorraad. Bloedbank Sanquin is op zoek naar nieuwe donoren. Vroeger ging je gewoon dood als je veel bloed verloor. Pas in de 17e eeuw experimenteerden artsen met bloed van donoren. Dat zorgde er zeker niet voor dat je altijd overleefde. Lange tijd was het een soort van loterij. Pas in 1901 ontdekten wetenschappers dat er bloedgroepen bestonden. En daarmee werd direct duidelijk waarom de ene bloedtransfusie wel goed ging en de andere niet goed ging. Als je bloed ontvangt van iemand met een andere bloedgroep, dan kan dat leiden tot een gevaarlijke afweerreactie. Ik ben Arnold van der Meer, medisch immunoloog. En hier in de werkplaats ga ik aan jullie uitleggen waarom er verschillende bloedgroepen zijn en waarom het misgaat als je het verkeerde bloed krijgt. En om dat te verklaren, moeten we kijken naar wat bloed precies is. Het grootste deel van bloed zijn de rode bloedcellen. Die zorgen ervoor dat het bloed rood kleurt en die zorgen voor het transport van zuurstof door het lichaam. Iedere seconde worden er meer dan 2 miljoen nieuwe rode bloedcellen gemaakt. Verder hebben we de bloedplaatjes. Die zorgen ervoor dat als er een wondje ontstaat, dat het weer dichtgemaakt wordt. En we hebben de witte bloedcellen, ons immuunsysteem, wat vecht tegen bacteriën en virussen. En als laatste, het plasma. Dat is de vloeistof waarin alles drijft. Daarin zitten heel veel verschillende eiwitten, waaronder ook de antistoffen, die je ook beschermen tegen bacteriën en virussen. Al deze cellen en stoffen kun je doneren en ontvangen. Maar rode bloedcellen zijn degene die het vaakst worden ingezet bij bloedtransfusies. Die rode bloedcellen kun je onderverdelen in verschillende groepen. In Nederland heeft 45% van de mensen bloedgroep O, 43% van de mensen heeft bloedgroep A, 9% heeft bloedgroep B en slechts 3% heeft bloedgroep AB. Welke bloedgroep je hebt hangt af van de suikerstructuren op je bloedcellen. Oftewel, welke uitsteeksels zitten er op je bloedcellen? De uitsteeksels bij bloedgroep A zijn anders dan de uitsteeksels die je bij bloedgroep B hebt. Bloedgroep AB heeft een combinatie van die uitsteeksels, van zowel A als B. En bloedgroep O heeft helemaal geen uitsteeksels op het oppervlak zitten. Wat gaat er precies mis wanneer je een transfusie krijgt met de verkeerde bloedgroep? Op het moment dat je het verkeerde bloed krijgt van een donor, valt je immuunsysteem het bloed van die donor aan. Het ziet het als een indringer, als iets lichaamsvreemds. De uitsteeksels komen namelijk ook voor op het oppervlak van bacteriën. En je immuunsysteem heeft geleerd te reageren op alle uitsteeksels die je eigen bloed niet heeft. Dus als je bloedgroep A hebt, dan zul je reageren op die uitsteeksels van B. En als je bloedgroep B hebt, dan zul je dus antistoffen maken tegen de A-uitsteeksels. Die antistoffen vallen de donorcel aan en maken hem dood. Daardoor krijg je een ontstekingsreactie en word je ziek. Mensen met bloedgroep AB maken tegen geen van deze cellen antistoffen, omdat ze zelf alle stekels op het oppervlak hebben zitten. Daarom kunnen mensen met bloedgroep AB van iedereen bloed ontvangen. Ook van donoren met bloedgroep O. Want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Want deze cellen zijn eigenlijk onzichtbaar voor het immuunsysteem, omdat ze helemaal geen uitsteeksels hebben. En daardoor kunnen mensen met bloedgroep O eigenlijk aan iedere patiënt doneren. Het nadeel voor mensen met bloedgroep O is dat ze eigenlijk ook alleen maar bloed kunnen ontvangen van mensen die ook bloedgroep O hebben en niet van de andere bloedgroepen. De rest kan natuurlijk ook bloed van zijn eigen bloedgroep ontvangen. Dit klinkt al redelijk ingewikkeld, maar uiteindelijk is het nog een stapje complexer. Er is namelijk ook nog de rhesusfactor. Dat is een ander eiwit dat op je bloedcellen kan zitten. En in dit geval ben je dan dus A positief. We korten dat af met een plusje en een minnetje. Bij een bloedtransfusie moet je hier ook rekening mee houden. Als je zelf geen rhesusfactor hebt, dus als je rhesusnegatief bent, zul je reageren op bloed dat wel de rhesusfactor heeft. Het bloed zal dan worden aangevallen en afgebroken. Naast ABO en rhesus zijn er nog meer dan 200 andere bloedgroep eiwitten. Gelukkig zijn de meeste bij een transfusie minder belangrijk. Hoe is het zo gekomen dat er verschillende bloedgroepen zijn? Waarschijnlijk is dit het gevolg van toevallige mutaties in het DNA. Maar kennelijk had je dus een voordeel wanneer je zo'n mutatie had. Bijvoorbeeld omdat je minder gevoelig was voor bepaalde infecties. Zo lijken mensen met bloedgroep O bijvoorbeeld beter beschermd tegen malaria. De uitsteeksels spelen kennelijk een rol in de overdracht van de malaria-parasiet. Terwijl mensen met bloedgroep A juist een grotere kans hebben op malaria met ernstige gevolgen.
In gebieden met veel malaria zie je dan dus ook minder mensen met bloedgroep A. En nu denk je misschien, kunnen we voor bloedtransfusies niet gewoon bloedgroep O negatief namaken door bloed te kweken in het lab? Rode bloedcellen, dat lukt al redelijk goed, maar op dit moment levert het nog veel te weinig cellen op om iedereen van bloed te kunnen voorzien. Het bloedplasma met al die verschillende eiwitten en antistoffen, dat is een heel stuk moeilijker. En daarom blijft het belangrijk dat we bloed en plasma blijven doneren. Hi, ik ben Marloes, stikstofonderzoeker. En in de volgende aflevering ga ik je uitleggen hoe we stikstof meten en hoe betrouwbaar de modellen zijn.